Het Waterforum Suriname heeft gisteren haar 6-jarig bestaan herdacht. In het kader hiervan heeft de organisatie de Erwin Saimu-Chong Water Award uitgereikt aan een student van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Het beste afstudeerverslag dat betrekking heeft op een van de thema's van het geïntegreerd waterbeheer in Suriname is hiervoor in aanmerking gekomen. Volgens Manoj Hindori, voorzitter van het Waterforum Suriname, was Erwin Saimu-Chong een van de grootste waterpioniers van Suriname. De organisatie is er trots op dat zij de naam met toestemming van de familie mag gebruiken voor de Water Award die jaarlijks wordt uitgereikt. Volgens Nancy Del Prado, jurylid van de selectiecommissie Water Award 2018, was het moeilijk een keus te maken. Omdat de studenten hard hun best hebben gedaan, hun thesis voldeed ook aan alle criteria. Ik moet ook zeggen, bij het doornemen van de verschillende samenvattingen, bekroop het gevoel van trots. Ik sta hier als jurylid, maar toen ik de namen doornam, zag ik dat het allemaal studenten waren, ex-studenten waren van mij. En ik wil gelijk een applaus geven. Vragen voor de studenten. Het was moeilijk voor ons, niet alleen omdat ze allemaal goede scripties waren en voldeden aan de criteria. Voor ons waren het allemaal eigenlijk winnaars. Laat me dat vooropstellen. Het is, je moet een selectie doen. Je mag maar 3 selecteren, 3 winnaars. Maar in principe zijn voor ons zijn het allemaal winnaars. De winnaar van de Water Award 2018 is Sunaina Sital. Haar thesis is getiteld een onderzoek naar microbiologisch en chemisch drinkwaterkwaliteit, voornamelijk in Durotengs, afkomstig uit 5 districten. De prijs is door het Waterforum bestuurslid Alwin Linger in ontvangst genomen vanwege afwezigheid van Sital. Linger was blij verrast en is trots op Sital. Ze is nu sinds korte tijd werkzaam in het laboratorium van de SWM. En gisteren nog had ik een gesprek met haar chef, werkleidinggever, en die is heel trots op het werk dat ze daar verricht. Dus die van hoe dat kan gebeuren, dat je dan niet alleen maar een prijsje krijgt, maar ook een baan overhoudt. Dat ook de bedoeling is, want we hebben allemaal deze mensen nodig om straks het allemaal over te nemen. En inderdaad ook ervoor te zorgen dat er steeds meer kan gebeuren op het gebied van integraal waterbeheer. Of het nou drinkwater is of een andere vorm van water. Alwin Linger, bestuurslid van het Waterforum Suriname. Hij sprak gisteravond na de bekendmaking van de winnaar van de Erwin Saimu-Chong Water Award 2018, Sunaina Sital. Nummers 2 tot en met 5 zijn Janice Cartovirio, Davita Oberg, Siomara Faria en Ravin Manurat. De uitreiking vond plaats in het auditorium van Self Reliance.